keer in Via Cultura Weekend Magazine kijken we met deelnemers terug op het project De Waarnemer van Dordrecht. Maar eerst gaan we praten over De Waarnemer van Dordrecht. En aangeschoven zijn Lisa Lodder. Welkom Lisa. En Marta Mensen, ook welkom. Marta, jij was waarnemer. Maar om te kunnen weten wat een waarnemer in dit hele prachtige project doet, is het misschien zaak om eerst met Lisa van Kunstmin welkom te praten over dat project. Een heel bijzonder project. Hoe is dat nou tot stand gekomen en wat hield het in? Ja, De Waarnemer van Dordrecht is een co-productie van Kunstmin en met choreografe Joanne Leyten met haar bedrijf Walden. Het is een houten project geweest dat een jaar lang bovenop het energiehuis heeft gestaan, op het dak van het energiehuis. Ik denk dat mensen zich dat beeld wel herinneren. Ja. Die stellage heel markant bovenop het energiehuis. Wil je ietsje dichter op de microfoon? Ja. En 366 dagen lang, van 1 mei 2019 tot 31 april 2020, hebben daar 732 waarnemers gestaan. Ja. Om een uur lang bij zonsopkomst en zonsondergang te kijken naar over de stad, over de stad Dordrecht. Datzelfde project heeft ook in andere steden plaatsgevonden. Ja. Wij hebben een bijzonder project, want we hadden een dag extra. Ja. Schrikkeljaar. Ja. Dus dat, hoe heeft Joanne dat ooit bedacht en bedoeld? Weet je daar het verhaal achter? Het verhaal erachter niet per se. Zij is echt choreografe. Het is ook eigenlijk een soort van dansvoorstelling moet het zijn. Een voorstelling tussen verschillende mensen. En ja. Van tevoren is er ook altijd een soort workshop waarin je leert waarnemen, zeg maar. En het waarnemen is echt een voorstelling aan zich. Dus echt gewoon stilstaan en uitkijken over de stad. En, dat is wel echt een beetje de bedoeling geweest. Het lijkt mij een immense opgave om 732 mensen, plus begeleiders. Want ik ben ook waarnemer geweest, dus je werd ook keurig begeleid en opgevangen. Dus je hebt nogal wat mensen nodig. Dat moet niet makkelijk geweest zijn. Nou, dat was het eigenlijk wel. Het is echt heel populair geworden. Het is, eigenlijk was het best wel snel vol. Ja. Wij wilden als werknemers ook wel graag waarnemen. Ja. En het was zelfs zo dat het zo populair was dat wij eigenlijk een beetje de gaten hebben opgevuld. Mm-hmm. Dus als er mensen waren die last minute niet meer konden, zijn wij ingesprongen. Ja. Maar het was eigenlijk 732 waarnemers. Het ging echt heel erg leven. Het was echt een project voor en met de stad. Ja. En het leefde. En zeker de afgelopen periode, tijdens corona en zeker in het begin van die periode, is het alleen maar heel veel meer populair geworden. Ja. En iets wat eigenlijk het enige wat nog door kon gaan. Geen voorstellingen natuurlijk meer. En dan wel De Waarnemer van Dordrecht. En ik denk dat iedereen het heel fijn vond om er even uit te kunnen en dat toch mee te maken. Ja. En gewoon, zullen we even aan de waarnemer gaan vragen hoe het bevallen is? En dan kom ik straks nog even bij jou terug over de afronding die vorige week vrijdag plaatsvond. Ja. Want die was ook heel bijzonder. Ja. Marta Mensen, welkom. Dankjewel. Die 732 waarnemers, jij was er één van. Lisa ook, ik overigens ook. Het was zo vol. Wat deed jou besluiten om te gaan waarnemen? Eigenlijk vanaf het begin dat ik de flyer heb ontdekt van het project. Dat was nog voordat het op het dak was gehesen, de houten stellage, was ik eigenlijk al enthousiast. Maar ik had nog geen actie ondernomen om me op te geven. En het liep al en ik fietste al heel vaak langs, dus ik zag het al heel vaak. En ik had me nog steeds niet opgegeven en ik dacht altijd, dit wil ik nog steeds doen. En met een clubje dames zit ik in een organisatie waarbij we voor de Internationale Vrouwendag altijd van alles organiseren. En toen vertelde een van die dames van, ik heb 8 maart gereserveerd voor de waarneming. Dan kan een van ons de ochtend en een van ons de avond doen. Wie wil? En toen zei ik, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dus je bent een beetje geholpen door de organisatie? Ja, ik ben een beetje geholpen, ja. En jullie hebben er meteen een markant moment van gemaakt, Internationale Vrouwendag. Ja. Om in ieder geval te zorgen dat er 2 vrouwen, 's ochtends en 's avonds, aan het waarnemen zijn geweest. Ja. En jij deed de ochtend? Ik deed de ochtend. Vind ik dapper hoor. Ja, ik woon heel dichtbij, dus ik dacht, dan ga ik in de ochtend. Ik ben niet zo'n enorme ochtendheld, maar
ik dacht, dat doe ik gewoon. Ja. En toen was het superleuk, want toen kwam ik aan en toen stonden er ook al 3 andere dames stonden me aan te moedigen. Dus die waren al uit Rotterdam gekomen en uit Zwijndrecht en anderen uit Dordrecht. En die stonden, hé Martin, goedemorgen, veel plezier, ja, hè. Dus die stonden al voor dan, klaar. Dan woon jij dichtbij en dan komen ze van heinde en ja, verder jou aanmoedigen. En het gekke is altijd, degene die dichtbij woont, die komt vaak het laatst, hè. Ik weet niet of jullie dat... Ja, nee, dat dus ik kom echt dat precies herken op tijd. Ik, ja. Ja. En ja. Dat waarnemen zelf, in die ruimte staan... uitkijken over de stad. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, het is een uur, zou ik maar zeggen. Maar omdat je hem zo bewust beleeft. En er hoort nog zoveel meer bij eigenlijk. Een workshop vooraf. Mensen die het ook hebben gedaan na. Lijkt dat uur zoveel meer, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, want ik heb heel erg naar de wolken gekeken en ervan genoten. Want het was echt zo'n Hollands weer, zou ik maar zeggen, dat het heel erg verschoof. Dan kwam er weer een beetje zon. Dan had ik het idee dat er weer een regenbui aankwam. Dus ja, het was heel veel te zien eigenlijk. Ja, ik vind sowieso de Hollandse wolkenluchten altijd al adembenemend. Maar je hebt daar ook een prachtig uitzicht. Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja. Ja, dus, beide kanten ging ik ook opkijken, want de ene kant kijk je wat meer naar de grote kerk en de andere kant op het water, eigenlijk deze kant op. Ja, ja. Ja. En in de ochtend is deze kant opkijken eigenlijk iets moois. En we hoorden net dat Joanne het toch echt als een soort doorlopende dans heeft bedoeld. Voelde jij je nou ook echt deel van een groter geheel, van een groot project? Ja, vooraf was je ook uitgenodigd om mee te doen aan een workshop. En toen ben ik ook geweest en toen werd dat ook verteld, zou ik maar zeggen. En ging je ook een soort van oefeningen doen om je een beetje soepel te maken. En niet dat je daar moest gaan dansen hoor, in dat houten ding. Maar wel gewoon van hoe kan je lekker een beetje fit waarnemen. Ja. Hè? Dus dat je niet gaat zitten of hangen. Hoe blijf je lekker in je lichaam? Dus, en ik snapte ook wel de beweging, zou ik maar zeggen, van het dansen. Met de ochtendmiddag. Dat je, dus ja, ja. Ja, het is wel een dans eigenlijk. Ja, ja. En iedere waarnemer schrijft ook het verhaal over de ervaring van dat uurtje. Ging jou dat makkelijk af? Ja, ik zei alleen net dat ik niet meer precies weet wat ik heb opgeschreven. Maar ik hoorde net dat je dat kan terugzoeken. Dus dat vind ik wel weer heel leuk om nog even te doen. Dus, maar ja, op zich ja, zeker. Want ja, het was eigenlijk ook al het ontvangst ook... Ik weet even niet meer hoe dat heette. Iemand die, de begeleider. De begeleider. Ja. Oh, dat was ook zo'n aardige man. Weet je wel, ik weet niet. Het was zo'n bijzondere ochtend om 7:10 of zo stonden 3 vriendinnen al om aan te moedigen. En die aardige man. Ja, ik vind het dan dat ook, is al. Ik vind het ook wel weer een mooi beeld dat een aardige man de Internationale Vrouwendag begeleidt. Tuurlijk, we doen het samen, hè. Goed. Ja. Marta, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor... even jouw verhaal over de waarnemer. Ik ga nog even weer naar Lisa. Bedankt. Jo, wat dichterbij. Lisa, ik zei net al, vorige week vrijdag een hele mooie, waardige afsluiting van het hele project. Dat ging het anders dan dat jullie waarschijnlijk aanvankelijk hadden bedacht. Ja. Hoe is die organisatie tot stand gekomen en waar moest die allemaal rekening mee houden? Ja, we hebben natuurlijk gewoon rekening te houden met een maximale zaalcapaciteit op 1,5 meter. Dus dat was natuurlijk het eerste waar we moesten bedenken van ja, hoe gaan we dat dan doen? We hebben de avond in 2 gedeeld, dus 2 keer de boekpresentatie eigenlijk. Ja. En hij was ook via livestream te volgen. Dus dat was ook voor de mensen die er niet bij konden zijn... Mm. Was die vanuit huis dan te volgen. Dus inderdaad anders dan dat we hadden bedacht. Maar nog steeds heel bijzonder. En heel gaaf om dat boek met al die verhalen en mooie foto's. Even hem daar liggen. Ik heb het boek, het boek even meegenomen. Ja, helemaal goed. Het ziet er nou prachtig uit. Ja. Allemaal foto's zitten erin. Quotes uit stukjes. Klopt, ja. Ik zal stiekem zeggen, ik had verwacht...
dat er echt stukjes ook in het boek terecht zouden komen. De complete verhalen. Maar ik heb begrepen, die worden binnenkort getoond in het museum. Ja, ze zijn sowieso online terug te vinden via de website dewaarnemervandordrecht.kunstmuseum.nl. En daar staat eigenlijk gewoon het hele project en kun je eigenlijk alle 300 of 732 verhalen teruglezen. Ja. De 5 logboeken die zijn volgeschreven, want ieder uur na de waarneming, zeg maar na een uur waarnemen, kreeg iedereen dan de mogelijkheid om het verhaal op te schrijven in een logboek. Ja. En de 5 logboeken die zijn overhandigd aan de directeur van het Dordrechts Museum, Peter Schoon. En die worden ook uiteindelijk tentoongesteld tijdens de voorstelling of tijdens de tentoonstelling I Love Dordt binnenkort. Ja. Dus dat is ontzettend leuk. Want er komt een tentoonstelling, en daar verheug ik me best op, van en voor Dordtenaren eigenlijk. Ja. En die hangt dan samen met 800 jaar Dordrecht. Ja. Of ja, we vieren 801 jaar, maar dat komt allemaal door die rare coronatijd. Maar 800 jaar Dordt wordt op die manier ook extra leuk. Ja. Mag ik jou hartelijk bedanken voor de toelichting op het project. Ja. Ik ga nog even met een paar waarnemers praten. Wat ook nog leuk is om te weten is dat het boek is beschikbaar voor alle waarnemers. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, is het ook te koop. Ja. Waarschijnlijk komt het ook in de boekhandel. Ik hou hem nog even omhoog. Want de waarnemer van Dordrecht, ook als u geen waarnemer bent geweest, maar gewoon het over het project wilt lezen en denken van ik wil ook hele mooie foto's van Dordrecht zien. Koop dit boek. Het is echt, het is een must have. Ja. Zo heet dat tegenwoordig. Dankjewel. Dankjewel. Aangeschoven is Esther de Beun. Goedemorgen. Goedemorgen, Esther. Ook waarnemer geweest. Onder andere, ja. 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 Ook op Internationale Vrouwendag of had jij een ander moment? Ik had 7 augustus uitgekozen, de geboortedag van mijn moeder. Oké. Okay. Ja, dat is wel grappig om dat even ook in herinnering te roepen. Daar werd ook in de workshops naar gevraagd waarom mensen een bepaalde datum kiezen. Want veel mensen, jij de geboortedag van je moeder dan, kozen ook echt een datum die voor hen zelf een betekenis had. Ja, deze dag was iets dichterbij dan januari, de geboortedag van mijn vader. Ja. Dus ja, dan kies ik voor augustus. Ja. Het was wel heel vroeg hoor, 5 uur... Je hebt ook de zonsopgang gedaan. Ja, ik ben geen ochtendmens. Zou je niet vermoeden als ik hier zo 's ochtends een talkshow doe. Maar ik heb zonsondergang gedaan. Dat leek me veiliger. Ik denk, dan ben ik op tijd. Ja, hoe is jouw ervaring geweest? Hoe vond je dat? Ja, heel apart. Ik moest een aantal fobieën overwinnen. Ik heb trappenvrees. Oké, okay. En je hebt daar, het waren nogal trapjes, zeg. Ja. En dieptevrees, dus ik kan echt niet naar beneden kijken. Ja. Dus ook als je een trap afgaat, dat is echt helemaal niks voor mij. Ja, en je staat achter zo'n raam van je tenen tot je kruin. Ja, ik heb wel 1,5 meter van het dingetje gestaan. Maar het was wel een hele mooie ervaring. Ja. Het was heel donker, echt een Hollandse lucht. Ja, donker. Bewolkt. En net dat de zon opkwam, zeg maar, had je echt een sliertje dat niet bewolkt was. Ja. Dus dat was wel heel mooi. Dat is een teken van mijn moeder, zeg maar. Ja, mooi. Dat die samenhang, dat die samenhang erin zit. Ook aangeschoven Jack Wisker. Goedemorgen. Goedemorgen, Jack. Heb jij ook een zonsopgang of een zonsondergang gedaan? Ik ben net als jij, Gert-Jan, totaal geen ochtendmens. Dus ik heb ook voor een avondbeurt gekozen. En waar ik met name naar uitkeek was het ondergaan van de zon, wat ik altijd een prachtig fenomeen vind. Dat is een teleurstelling geworden, want hij ging onder precies achter de molen. Ja. Dus daar heb ik niet veel van meegekregen. En was het dan ook vrij bewolkt, waardoor je dat niet heel mooi zag? Want een zonsondergang achter die molen kan ook heel mooi zijn als het helder is. Ja, de duisternis viel ook in. Dus een ander fenomeen wat me nog wel op mijn netvlies staat. Overigens moet ik erbij aantekenen dat ik heb 3 jaar in Stadspolders gewoond, in de Sequoia-toren, 19 hoog. Ja. Dus het fenomeen om uit te kijken over de stad was mij niet geheel vreemd. Nee, die voorsprong had je. Ja, ik keek ongeveer uit van de Amercentrale tot aan Rotterdam en ook een heel groot stuk over Dordrecht. Dus dat beeld, dat had ik wel en dat was iets van 70 meter hoog, dus dat is nog wat hoger. Maar het 's avonds die stad zien veranderen in van licht naar donker en op allerlei punten lichtjes aanzien gaan, waardoor er als een soort deken van licht over die stad valt.
dat is en blijft toch wel een unieke aanblik, wat je vanaf de grond natuurlijk nooit waarneemt. Ja. En had jij ook een bijzondere datum gekozen of had je gewoon willekeurig gezegd van ik wil er een keer staan? Nee, ik had echt binnen mijn agenda een avond geprikt, waardoor ik, want ik wilde daar graag aan meedoen. Ik vond het concept een heel leuk idee. Ja. Hè? Het verbinden van de cultuur kwam hier natuurlijk enorm tot uiting. En meer dan 700 mensen hebben zich daar opgegeven. Mensen uit allerlei rangen en standen die hetzelfde kunstje laten doen. Ik vind dat een prestatie van formaat. Dus dat sprak mij enorm aan. Ja, en Esther, je hebt ook een stukje geschreven, neem ik aan, over... jouw waarneming dat wat jij beleefd hebt. Jouw stukje, gaat dat sterk over hoe je het beleefd hebt of beschrijf je de waarneming? Waar heb jij voor gekozen? Beide eigenlijk. Ja, ging dat makkelijk? Ik had heel stiekem al wel wat woorden opgeschreven, want ik wist ook niet, 7 augustus, voor mij best wel een beladen dag. Ja. Ik denk, dadelijk heb ik een blackout, kan ik niks schrijven, dat vind ik dan ook weer heel zonde. Maar ik heb wel wat geschreven over wat er in mij loskwam. Mm-hmm. En ook wat ik zag. Ja, en kun je daar woorden aan geven nu nog van wat het bij jou heeft losgemaakt? Ik vond het vooral heel bijzonder. En ook op momenten die je niet verwacht. Dat je gewoon de beauty van Dordrecht ziet. Mm-hmm. Ja. En nou is Dordrecht natuurlijk sowieso prachtig. Maar, als je daar staat, ik heb wel heel erg genoten van met name die aanblik van de Grote Kerk tot en met kijken over de dijk, wat daartussenin allemaal te zien is. En je bent ook een beetje aan het kijken van, wat herken ik? Ja. En dat hadden we ook toen met, ik was een van die vriendinnen op Vrouwendag, van Marta, en dan ben je ook heel anders daar, want je hoeft niks. Ja. En dan kijk je over Dordrecht heen en wij hadden echt zoiets van, dat is dat. Nee, dat is niet waar. En dan discussies, dat was wel leuk. Ja, en heb jij ook nog een ervaring of een herinnering aan een interactie met de toevallige passant? Dat was heel leuk. Ik denk dat dat gebouw er tegenover aan het Energieplein, zeg maar. Mm-hmm. Daar waren wel een paar mensen die al gewoon... een beetje omdraaide van, staat er nog iemand? Ja, ja. En die zwaaide. Ik denk dat ze dat elke dag doen. Ik heb heel veel reacties gelezen, gehoord van inderdaad dat die interactie er wel is. Dus zeg maar dat de stad ook deelgenoot van het project werd en wist van, er staat 's ochtends bij zonsopgang, 's avonds bij zonsondergang, staat er iemand en die kunnen we groeten. Ja, dat is op zich al heel leuk. Ja. Ja. Jack, heb jij daar ook ervaring mee? Ja, het is een beetje het dierentuin-effect. Het dier kijkt naar de mens en de mens kijkt naar het dier. Ik heb inderdaad een paar keer meegemaakt dat ik dan voor dat plexiglas stond, dat er dan wel getoeterd of gezwaaid werd. Dus enige vorm van interactie was er wel degelijk wat mij betreft. Ja, en ook jij hebt een stukje geschreven. Vraag me niet wat. Weet je niet? Ik zou niet meer weten wat ik heb opgeschreven. Ik hoorde net, je kunt het terugzoeken. Ja, dat hoorde ik net ook van een van de dames. Ik ben dat ook zeker van plan. Ik moet overigens het boek ook nog gaan ophalen. Ja, je bent niet bij de afsluitende bijeenkomst geweest. Nee, dat was helaas verhinderd. Jammer. Nou ja, je kunt het nog online bekijken in ieder geval. Het boek vooral gaan ophalen. Ben jij bij de afsluitende bijeenkomst geweest? Nee, ik had vergadering helaas. Dus, ik ga het zeker ophalen. Ja, dan heb ik de bof gehad. Ik ben daar wel geweest in de tweede shift. Wat ik heel leuk vond, ik wil iedereen aanraden, kijk het eens even terug ook. De begroeting nog even en de uitleg van Joanne Langton zelf vanuit Parijs over dit project. Wat toch een vol jaar in beslag heeft genomen. Jack, heb je ook plannen om de verhalen nog even te gaan terugzien in het Dordts Museum? Ik ben een regelmatige bezoeker van het Dordts Museum, dus ik zal er ongetwijfeld nog weer tegenaan lopen, ja. 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 Ja, het heeft wel een blijvende indruk op mij gemaakt. Ja. Hoe vond je de workshop om mee te maken, overigens? Daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar ik vond dat, ook omdat je daar met een hele groep andere waarnemers bent, wel een... Op zich was dat heel goed voorbereid. Ik heb tijdens die workshop ook leren waarnemen met mijn ogen dicht. Dat vond ik wel een heel aparte
apart iets. Je neemt met meer dingen waar dan alleen je ogen natuurlijk. Hè. Met je oren en met je neus neem je ook waar. Nou, daar werd ik dan wel even op gewezen. Dat is niet iets waar je dagelijks bij stilstaat natuurlijk. Dat is wel heel mooi. Heb jij nog bijzondere herinneringen aan de workshops? Of, Ja, ik vond het heel erg zweverig. Dat wou ik nou net niet zeggen. Waarom? Ja, ik dacht, ik zeg het maar. Ja, gewoon een beetje fladderen in de ruimte. Ja, dat is echt helemaal niks voor mij. Het hielp je wel om een beetje bewust te zijn van A, van je lijf, B, van hoe je allemaal kunt waarnemen. Ja, ik snapte het wel hoor, dat wel. Hoe je moest gaan staan en hoe je een uur kon blijven staan. Ja. Dat kan ook niet iedereen. Ik had zelf in die workshop wel het gevoel dat het dus ook inderdaad... ik snapte wel waarom dit project door een choreograaf bedacht was ineens. Ja. Dat gevoel heb je niet als je onvoorbereid in, in dat hokje gaat staan. Nee, het wel een project is waar je zeg maar alleen bent, want je staat daar alleen. Ja. Vind ik wel de meerwaarde dat de workshop het aangeeft, je bent niet alleen. Er zijn meerdere die dat doen. Mm-hmm. Dus je voelde je wel een part van, een deel van het geheel, zeg maar. Ja, en maakte nou ook dat je een begeleider had die je ontvangt, die je naar boven begeleidt, ook dat je dat gevoel, dat versterkt is? Ja. Ja, we hadden een leuke begeleider, dus vooral op Vrouwendag, dat was hilarisch. Echt geweldig, die man. Ja. Die zat ineens met 5 vrouwen opgeschept, dat hij niet wist. Dus dat was was wel een dingetje. Je kon toch wel even lekker de ervaring delen met elkaar daar. Hè? Dus heel mooi. Ja. Heb jij met je begeleider nog nagesproken of voorgesproken? Of? Ja, zeker. Het moment dat ik daar naar boven ging en mijn horloge en mijn telefoon en mijn portemonnee moest inleveren, dat zal me sowieso altijd bijblijven. Ja. En uiteraard over het project, de kracht van het project. Je doet het die avond in je eentje, maar je bent met 730 mensen. Dus daar hebben we een beetje over zitten filosoferen. Ja. Ik zou niet meer weten hoe die mevrouw heet, maar het was een aardige mevrouw. Oké, nou hartstikke mooi. Leuk om jullie ervaringen ook gehoord te hebben. Ik hou nog één keer het boek omhoog. De waarnemer van Dordrecht. De waarnemers hebben hem of krijgen hem. Hij is te koop in de boekhandel. Mensen uit Dordrecht, het is een aanrader. Wie van Dordrecht houdt en wie ook boeken over Dordrecht verzamelt. Deze mag niet ontbreken. Heel mooi boek over een heel bijzonder project. Esther de Beun, heel erg bedankt dat je hier even over wilde komen praten. Graag gedaan. Jack, ook bedankt. Jij blijft nog heel even zitten voor het volgende onderwerp.